Welkom, welkom terug bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag. Ik ben vandaag vrij van school. Dus als je kunt zien op de achtergrond ben ik niet thuis. Ik ben namelijk in Deventer vandaag. Dat is een stad vlakbij mij. Dus ik dacht, hier ga ik even heen voor a change of scenery. In deze week ga ik een week lang mijn leven romantiseren. En ik neem jullie daarbij gewoon mee. Dus vandaar dat ik nu in een andere setup ben dan normaal. En ik ga vandaag gewoon even aan school werken. Want helaas, jullie willen het misschien niet geloven. Maar ik heb vorig blok gewoon weer niet gehaald. Oeh, ik schaam me een beetje. Maar ik heb het niet gehaald met een 5,4. Ja jongens, maak even een grap met me. Dus dat is een beetje zuur. En die deadline is eind deze week al. Dus ik ga zo meteen even op zoek naar een leuk koffietentje. En daar even wat lunchen. Maar ik neem jullie lekker mee. Ik heb een beetje rondgelopen door het centrum van Deventer. En toen kwam ik terecht bij dit tentje. En hier heb ik echt de lekkerste avocado toast ever gegeten. Het is echt een heel erg aanrader. Het is inmiddels avond. Ik heb me net even omgekleed en opgefrist. En ik ga zo meteen bowlen in de stad met Joanna en Romy. Dit is echt het meest random idee ever. Omdat ik dus aan het eind van deze maand weg ga, heb ik zo erg het gevoel dat ik nu al mijn vriendinnen nog moet zien nu het nog kan. Terwijl ik letterlijk maar 3 maanden weg ben. Maar het voelt een beetje dubbel of zo. We gaan gewoon een gezellige avond hebben. En ik heb er in ieder geval zin in. Ik ga zo even onderweg naar de stad. En dan gaan we een uurtje bowlen. En daarna denk ik nog gezellig een drankje doen. En ik heb er in ieder geval zin in. Ik ben trouwens mega slecht in bowlen. Maar goed, ik vind het wel gewoon leuk om te doen. Ik ben er alleen gewoon echt helemaal niet goed in. En ik heb denk ik nog nooit in mijn leven een strike gegooid. Dus misschien, wie weet, vanavond wordt het de lucky night van mij. Maar we gaan zien wie er gaat winnen. What the fuck? Guys, de winnaar van vanavond. Of course. Nee, oh, nee. Ik kijk ook gewoon naar Romy trouwens. Ik had 2 strikes achter elkaar. Het leven is gewoon oprecht niet eerlijk. Maar Joanna heeft dik gewonnen. Good night. Sleep time. Real fast. Oh. De volgende ochtend moest ik vroeg mijn bed uit. Ik moest namelijk om 8:00 ochtends in de trein zitten onderweg naar school. Ik had namelijk 2 hoorcolleges van 2 gastsprekers. En daarna had ik ook nog even een koffie gehaald, want ik had de rest van de dag lectures op school. En dat was eigenlijk mijn dag. Goedemorgen guys, het is vandaag woensdag. Ik heb me net even klaargemaakt voor de dag, want ik ga vandaag naar Groningen toe. Ik ben nog nooit in Groningen geweest, dus ik ben super benieuwd. Ik ga samen met Lise en we hebben iets heel leuks dat we gaan doen, maar dat laat ik zo meteen even aan jullie zien. Dus ik heb er heel veel zin in. Het is ongeveer iets meer dan 1,5 uur met de trein voor mij, dus dat is wel een stukje. Maar in Zwolle meet ik Lise al, dus dan zitten we de rest van de reis samen in de trein. Dus dat is super gezellig. Ik ga snel onderweg naar het station en dan neem ik jullie vandaag lekker mee in mijn dag. In Groningen aangekomen gingen wij naar Artsy Avenue en dit is echt een mega leuk concept. Je hebt namelijk keuze uit allerlei verschillende servies waar je op mag schilderen met allemaal verschillende kleuren. En binnen hebben ze ook nog een heel erg leuk cafeetje. Wij hebben eerst wat inspiratie gedaan op Pinterest en daarna met potlood geschetst wat we wilden doen. En met verschillende kleuren hebben we dat dan geverfd. Dit was echt heel erg leuk om te doen. Ik ben de laatste tijd helemaal obsessief met strikjes, dus dit is wat ik heb gemaakt. En over 4 weken mogen we het ophalen, dus ik ben super benieuwd hoe het er dan uitziet. Daarna hebben we ook nog in dit superleuke tentje wafels gegeten en deze meneer was zo lief. Dus als je in Groningen bent, ga je er ooit naartoe. Goedemorgen guys. Zo op de een of andere dag ben ik weer onderweg naar een andere stad. Ik ga vandaag namelijk naar Tilburg samen met Elise. We gaan daar gezellig lunchen. Elise is echt mijn long-term bestie. Zij is mijn eerste internet bestie geworden en ik heb zoveel zin om haar weer te zien. Met haar ben ik echt het closest. I love her. We all love her. En ik heb super veel zin om haar te zien. Dus daar ga ik nu onderweg. Het is wel echt 2 uur reizen voor mij. Maar ik heb er super veel zin in. Ik moet nu snel de trein halen, want hij komt letterlijk nu aanrijden. Ja, echt weer op de valreep dit. Shopping girls. Ja. Bankrekening plunderen girls. Ik twijfel echt of ik deze outfit zou halen. Maar Loki zit deze vlog me gewoon goed. Loki. I mean, geld komt wel weer terug. Ik vind shoppen zo moeilijk, jongens. Ik kan echt niet snel keuzes maken. Maar wij hebben geen Zara meer, dus it's now or never. Goedemorgen
guys. Het is vandaag zaterdag en mijn moeder en ik zijn onderweg naar het alpaca-bos. Want wij gaan wandelen met alpaca's vandaag. We hebben er helemaal zin in. Dit was nog een heel erg verlaat verjaardagscadeau voor mijn moeder. En het zijn echt super schattige beestjes. Ik had het op de website gezien. Ze hebben ook allemaal echt belachelijke namen. Nou, het is echt hilarisch. We gaan helemaal gezellig met ze knuffelen. We mogen ze voeren. We gaan een uur met ze wandelen. Dus dat is echt mega schattig. En we zijn er over iets meer dan een kwartiertje. Er zin in. Heb jij er ook zin in? Ze zijn zo schattig. Oeh, dat mag. Dit is echt geweldig. Ze zijn zo. Grappig. Helemaal stuk. Dit zijn zulke lieve beesten. Oh my god, kijk dit hoofd. En nu mogen we eentje uitkiezen om een beetje te wandelen zometeen. Welke wil je dan? Ja, ik weet het echt niet. Ik vind die wel heel diep. Ja. Ze zijn ook echt mega zacht. Het is echt zo cute. Nou, we hebben geluk, want het is helemaal blauwe lucht en een zonnetje. En wij hebben deze uitgekozen. Hij wil alleen maar eten. Kom maar lopen. Daar gaan we, met de babe. Met zijn dikke kontje. Kijk hoe braaf die meeloopt. Het is echt zo schattig. Die voetjes hoor je ook zo lief. Nou. Arnie, zij. Doen we er omheen? Ja. We zijn allemaal lekker gezellig aan het wandelen. Die voetjes. Ik vind die voetjes heel lief. Maar ons heet Wimble, want hij is echt super zacht. Hij is echt gewoon, je kunt het wel zien, hij is helemaal dik. Echt mega cute. Dus we moeten met z'n allen door de moeilijkste route, door de takken, door alles. Oh. Ja, hij keek eigenlijk. Hij maakte ook contact met ons voor het eerst deze route. Gaan ze weer allemaal dwars door. Dwars door de bos. Wat? Wil jij kale koets? Oh, die kom even. Nee, ik heb er al een. Woehoe, alpaca POV. Wat kijken. Oeh. Kom maar. Ja, ik heb een camera daar. Hoe? Wauw, leuk. Oké, kijk, ik kan het daar. Ja, heb je honger? Ja. Ja. We gaan ze zo voeren, maar ze hebben al door dat ze er bijna zijn. En hij is een beetje aan het piepen. Dit was by far echt het schattigste wat we ooit hebben gedaan. Vond je het ook leuk? Ja, echt te gek leuk. Ja, het was echt zo cute. En we zitten nu lekker in het zonnetje en we gaan nog even wat drinken. Maar echt, het was zo leuk en zo schattig. We gaan nog even wat drinken. Lekker genieten van het zonnetje. Het maken van deze video was voor mij echt een besefmomentje van wow, ik heb echt hele fijne vriendinnen. En ik heb gewoon het geld om al deze dingen te doen en de gezondheid om dit allemaal te doen. En daar heb ik gewoon super veel geluk mee en ik sta daar echt niet genoeg bij stil. Dus dit was echt een eye-opener voor mij en dat klinkt allemaal heel erg cheesy. Want dit is natuurlijk gewoon eigenlijk een simpele week in mijn leven waarin ik gewoon jullie laat zien wat ik allemaal doe in het dagelijks leven. Maar aan de andere kant was het ook wel een beetje in het thema van het romantiseren van mijn leven. Ik heb het gewoon eigenlijk super goed en ik ben heel erg dankbaar voor alles. Wat ik wil dit eigenlijk helemaal niet zo cheesy maken. Dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. Ik merk ook zelf in mijn persoonlijke leven dat echt de kleine dingen die ik waardeer, dat geeft mij gewoon heel veel positiviteit in mijn leven. Goede energie. En überhaupt komen gewoon veel meer goede dingen op mijn pad. Want deze week was echt zo'n goede week voor mij. Ja, ik denk dat dat gewoon niet helemaal vanzelfsprekend is voor iedereen. Dus dan is dit wel echt zo'n moment dat ik denk, ja, ik sta er toch wel wat meer bij stil. Het zijn echt de kleine dingen. Je hoeft echt niet je leven te romantiseren. En dit was ook echt niet zo'n video van dit moet. Als je gewoon wat meer focust op de kleine dingen waar je dankbaar voor bent en dat je gewoon realiseert dat het allemaal niet zo heel erg vanzelfsprekend is. Ik bedoel, je kunt ook in een gebied leven waar elke dag regen en kou is, waar je geen geld hebt voor eten en drinken en waar je niet gezond bent en niet veilig bent en geen dak boven je hoofd hebt. Er zijn gewoon zoveel dingen die gewoon niet vanzelfsprekend zijn. Deze mindset, als je daar eenmaal in komt, dan ga je echt instant veranderingen zien in je leven op een positieve manier. Mijn doel van deze video is een eye-opener. Dat je gewoon wat meer je leven moet romantiseren. Dat brengt gewoon heel veel goede dingen met zich mee. On that note wil ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jij deze video leuk vond om te kijken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik waardeer het echt ontzettend. I love you. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.